Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Vandaag hadden we tamelijk veel bewolking, met name over het oosten van het land. Maar af en toe brak de zon er toch wel doorheen. Dat zien we ook heel goed als we naar de satellietfoto kijken. Veel bewolking zo over de oostgrens. Vrij scherpe lijn. En daarvooruit brak de bewolking, ging de zon af en toe schijnen. En liepen de temperaturen nog flink op tot 25 graden, lokaal zelfs meer. Maar onder die wolken in het oosten, waar soms ook wat regen uitviel, was het aanmerkelijk minder warm. Een graad of 20. Nou, vanavond hebben we ook nog steeds te maken met wat regen langs de oostgrens, met name het oosten van Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen. Daar is de bewolking dus dik genoeg voor wat gespetter. De zwaardere neerslag zit overigens boven Duitsland. In de rest van het land wat opklaringen en vanavond temperaturen van zo'n 18 tot 20 graden. Vannacht gaat de temperatuur nog wat verder omlaag. Het koelt af tot een graad of 15. Het kan wat nevelig worden. Het wordt op de meeste plaatsen droog. En we hebben nog altijd ook opklaring in het weerbeeld. Dan blijft het morgen op de meeste plaatsen droog. De wind die gaat naar een noordelijke richting draaien. Wordt matig, kracht 3 tot 4 in de loop van de dag. En dat betekent dat op de Wadden de temperatuur wat achterblijft. 20 tot 22 graden. In de kustgebieden zo'n 22 tot 24 graden. En dieper landinwaarts komen we gewoon weer aan een zomerse waarde. 25 of zelfs 26 graden. Nou, dat weerbeeld hebben we ook voor de woensdag klaar liggen. Met 21 tot 26 graden, periode met zon en droog weer. Donderdag gaat de wind draaien naar het oosten, wordt het nog wat warmer. Het wordt 25 tot 29 graden. Laat op de dag neemt van het zuiden uit de kans op onweer toe. In het noorden blijft het heel lang droog. En de meeste zon in de ochtend. Vrijdag dan nog wat gespetter met onweersbuien in het midden en noorden van het land. En dan ligt de temperatuur net iets boven de 25 graden. Het weer op langere termijn, de temperatuur er maar even bij pakken. Vrijdag is tamelijk onzeker. Zeker wat maximumtemperatuur betreft. Dat heeft natuurlijk te maken met die buien die dan gaan vallen. En vanaf vrijdag liggen de temperaturen dan net boven de 20 graden. Misschien iets stijgend later volgende week. Maar dat is allemaal nog zeer onzeker. Dit soort temperaturen zijn overigens normaal voor de tijd van het jaar. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.